Yo mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van dit kanaal. Dit keer gaan we 3 races doen. 3 custom races, dit keer nog wel. Oh, wacht even jongens. Oh, wat is er? Ja, ik kreeg geen goede start. Ja, daar ga ik niet op wachten. Ja, dat weet je van me. Ricky. Rick had blijkbaar een hele goede start. Nou, we gaan 3 races doen. Nee. Ik hoop dat je deze video leuk gaat vinden. En nee, wat ben jij een debiel? Echt waar, Paspillo. Oh. Als je een like geeft op deze video, dan krijg je geluk in je leven. Anders niet. Ja, echt wel. Jongen, wat een onzin. Ik heb hem cheaten. Ja, weet ik. Maar ik land alleen niet goed. Maar ik vind ook cheat wel een beetje zielig, hoor. Ik heb niet gecheat. Als je de dingen niet zo goed haalt, dan de hele tijd niet haalt, mag je hem dan wel cheaten? Nee. In mijn kanaal is cheaten verboden. Maar ik cheat zelf heel veel. Oh, zo werkt het dus. Je mag cheat op jouw kanaal. Nee. Gewoon als het echt niet haalt, dan mag je cheaten, maar verder niet. Hey, maar die beuken van jou, hè, die was echt mooi. Oh, kut. Kut, ik had hem net gecheat. Net, wist je dat nog? Oké, nu ben je zeker verkeerd geland, net zoals ik net deed. Ja. Maar Rick rijdt mokerstje ver voor. Rick, kan je eventjes wachten? Denk aan de opnames, hè. Denk aan de opnames. Nee, ik heb hem gehaald. Zet de koffie maar klaar! Ben onderweg! Zet de koffie maar klaar! Zet de koffie maar klaar! Zet de koffie maar klaar! Oma, mama, zet de koffie, gauw klaar! Dan zeg je dat ze de keihard op nee, joh. Zet de koffie maar klaar! Nee. Ja? Zet de thee maar klaar! Mama, zet de thee maar klaar! Oh, sorry! Oh shit! Deze is nog best wel lekker hoor. Dit is een best leuk race. Een vloeiend race. Nee. Het is een vloeiend race. En daar moet je van genieten in je leven. Kut. Jongens, raad eens. Nou, zeg het eens. Zo, hij snel. Ik ook hoor. Ik hoorde cheated zelf. Oké. Hey. Maar jongens, even nog terug bij dat cheaten komen. Je moet niet alleen maar cheaten, want dan is mijn kanaal ook niet meer leuk. Af en toe cheaten voor de grap een beetje en zo, dan is wel leuk, maar... Ja, dat deed ik net ook voor de grappen, 3 keer. Ja, hou je bek! Jongen, je wordt verwijderd uit mijn kanaal! Je wordt verwijderd! Ik word gewoon verwijderd, mama! Ah. Heel lief! Zet de koffie maar klaar! Kijk uit, zet de koffie maar klaar! Ik wil echt fucking zin in koffie. Godverdamme! Godverdamme! Heb jij zin in koffie? Ja, misschien. Oh, Jezus Christus, doe normaal. Ik heb beter cheaten voor deze nu. Oké, nog even kijken hoe jij het doet. Oh ja, mooi. Woe! Ja, dat kan ik echt niet nadoen. Nee. Nee, dat is echt een fucking moeilijke trucje. Heb ik 5,5 uur of zo? Ja, de jongen, waarschijnlijk 6 uur, maar. Ja, 6 uur. Ja. En 5 uur en 59 minuten. Ja, met 3,5 minuut. En maar tot bij de tweede race. Tot zo dus. Yo mensen, tof die jullie kijken bij de tweede race. Paspillo niet doen. Ik wil als je iets te laat vergeten met opnemen, dat heb ik echt de hele tijd. Maar het is nog net goed gekomen, zeg maar. We waren echt maar net begonnen met de race. Jongens, denk alsjeblieft aan... Oh, de koffie, jongen, die checkpoint is zo kut geplaatst daar, hè. Die was echt goed. Ik kom keihard tegen die paal aan. Profielen, mag ik een pasfoto van je, want ik verzamel voor natuurrampen. Oh. Jongens. Paspilo heeft pas 3 natuurrampen veroorzaakt. En hoeveel jij dan? Ik heb er 15. Ja, ik heb er 15 veroorzaakt. Dat weet iedereen ondertussen.
Laat maar. Ik heb gisteren hertz gezien en die ging mij de hele tijd irriteren. Ik zei, motherfucker, wil je even fitty? Wil je fitty? Ik ben nog pas aan. Ik ben 9. Jezus, die walrijd is lang. Jasper, ik ben 9. Ben je 9? Ik dacht dat je 2 was. Ik ben 9. Ben je 9? Ik dacht 9. Ja, omdat ik een beetje haag. Ik ben een beetje haag en Brabant. Kan ik toch ook niks aan doen? Ja, ik ben ook Brabant. De Brabant. Ja, zo ken ik mensen. Jasper. Welke natuurramp kan dit even uitleggen wat hier is gebeurd? Ja, omdat je zo'n dik kop hebt. Ze zagen jou. Ja, Jasper. Ja. Toen waren ze zo bang. Ja, maar ik wacht gewoon alleen op de koffie. Daardoor heb ik een natuurramp veroorzaakt. Ja, wat kan ik eraan doen? Ik spaar koffieplaatjes, weet je? Van die koffieplaatjes. Ja. Wie heeft er hier problemen? Lekker. Oh, jezus, het zijn 4 labs, jezus. Oh, ik moet er zelfs nog 3 halen. Hey, wie is hier aan het praten? Met zijn vader of zo? Nee, mijn broertje. Oh, oké. Een vriend van mij die heeft een account van me gehackt. Melvin, zo wel. Gehackt van jou, dat is mooi. Ja. Ik heb ruzie met die jongen. Ik sla hem vaak, zeg maar, dus. Ja, ik heb ook een vriend die ik heel veel slaap. werken. Maar... Nee, ik sla hem echt mokertje vaak. Jij... holy shit, jongen. Jij bent een natuurramp. Zo groot kan je niet. Hey, Rick, ik zit al in lab 3. Ja. Maar, jongen, pas pillow. Dat is niet eens grappig meer. Ga hem aan of zo. Ik weet niet waar jouw plezier bij zit, maar... Pas pillow! Jongen, oké, je wordt verwijderd uit de opnamegroep. Dom nog maar op. Nee, ik weet het. You have been lapped by Ricky the Well, hè? Hoeveel slap ben jij, Jasper? 2e. Ik heb mijn laatste slap. Maar hoe kan je hem nog niet halen? Dit is niet ja, zo... Ja, ik vond het moeilijk. Het is geen onmogelijke walrijd of zo. Ik heb echt. Ik heb wel een paar keer onmogelijke walrijds gedaan, maar. Nee, zo hier. Onmogelijk? Nee. Bij onmogelijk bedoel ik. Bij onmogelijk bedoel ik ook wel echt onmogelijk. Ik heb die met Berken gedaan. Ik heb hem uiteindelijk niet online gepost. Want hij duurde gewoon niet op. Gewoon 1 race duurde al 18 minuten. Ik dacht, ja, daar heb ik echt geen zin meer in. Om dat te editen. Zo, hij is even gebeukt. Pas pillow, jij bent schreef. Jij bent schreefhoofdje. Oh, YouTube. Knip dat er maar uit. Ja, dat zal ik niet uitknippen, want daar heb ik geen zin in. Ja, omdat je bent zo lui om te editen. Jongen. Zeker. Wat denk jij dan? Ik ben een echt mokertje lui. Ja, en het is altijd... Meestal zeg je tegen mij, kom je GTA doen? Zeg ik ben... Dan zeg jij, kom je video doen? Ja, ik maak eerst mijn editing af. Zit je gewoon rustig video's te kijken van jezelf? Nee, ik ben dan wel echt aan het editen. Ja, maar soms niet, hè? Soms niet. Nee. Net zoals ik even lekker video's aan het kijken. Heb je hem wel, Ricky? Nee. Oh, dat is balen, hoor.
Ben je bij de laatste lap? Bij het einde. Rick, ben je bij de laatste lap? Ja. Denk aan de opnames. Echt niet. Hoi, ik ben, yo. Ik ben bij de ene laatste lap. Maar het is op zich wel een leuk race, alleen hij is een beetje moeilijk, zeg maar. Ja, ik vind hem ook best wel moeilijk, hoor. Moeilijk gesproken. Schat, we hebben het terug! Ik ben bij de vierde lap. En... ja, vierde lap? Oh, meneertje gaat ze dadelijk finishen. 3, 2, 1. Wat doet Ricky? Kak. Wat doet Ricky? Oké, ik ga ook naar de laatste lap zo. Jasper moet nog even de finish, moet hij even naartoe nog, jongens. Maar hij schaamt zich er niet voor als hij niet wint, toch? Hou je bek, man. Echt waar. What the fuck wil jij? Wow, dikke salto, kill. Kill, ik ben Snapking, kill. Wist je dat nog niet? Snapking, oh, allemaal van die fake video's. Ja, zeker weten, dat is mijn boel eigenlijk, hè. Wie? Snapking. Snapking woont in Hogezand. Ja, en ik woon in Oosterhout. En ik weet dat Snapking woont, want ik woon daar heel voorbij. Maar zijn video's vind ik een beetje nep eruit zien. Je kan me gewoon keihard cheaten. Nee, jongens, ik weet ook wel Snapking. Nee, niet cheaten, jongen. Hoe kan Jasper hem gehaald hebben? Oh, ik kan hem net in één keer. Kan ik even checken? Ik heb mijn account nog niet eens. Ben je mijn laatste lap? Ja, ja, het is Jezus! Zo, medische problemen! Kijk uit! Nou jongens, tot bij de derde en laatste race. Houden we tof dat jullie bij de derde race ook kijken. Want ja... dat kunnen jullie wel doen, hè? We zitten dit keer lekker op onze driewielmotortjes. Ja! Oh, jongens, dat schiet niet op, hè? Dat schiet niet op. Doe lekker wheelie, joh! Oh, jezus, dit ding kan wheelies maken. Hé, hey, Rick. Wow. Doe eens toeter, jongens. Oh, dat is grappig, toeter. Lijkt net als ik een rolletje zit te draaien. What the fuck? Oh, die boost die doet best veel, hoor, Rick. Hij dacht altijd dat die boost echt bijna niks doet. Dacht jij dat? Ja, ik dacht dat die boost gewoon niet zo heel hard stond, zeg maar. Oh. Wat deed je daar? Je wou me punken, hè? Nee. Oké, jongens. Oh. Willy. Ja. Vouwen. Wat is er? Jongens, alsjeblieft, help me. Ik zit hier met een kriew, daar word je bang van. Ja, iedereen wordt van mij bang eigenlijk. Als ik op school ben, dan loop ik zo aangelopen. Hallo, grappie, zeg ik dan. En dan worden ze helemaal bang. Oh, je moet niet hier respannen bij deze race met deze motor. Nee? Nee, doe het beter niet. Nee. Oh, jawel, doe maar beter wel. Anders krijg je een frikandel in je kont. Yo, dit is echt helemaal... Ik ben bij de derde lap. Welkom bij de derde finish. What the fuck? Jongens, help me. Alsjeblieft, ja, lieve kijkertjes. Ik ga gelijk hier die boost pakken. Dat is altijd anders. Zeg, Rick tegen mij eens verteld. Hey, Rick. Als je die boost pakt, ga je hem niet.
Je praat een beetje weinig, hè, voor de opnames. Ja. Je moet een beetje meer praten, hè. Ik heb de hele race gekloot. Waarom? Ik doe die boer vanuit tijd, alleen dan mis ik de checkpoint. Oh, echt? Ja. Ja, ik ga deze motor misschien in GTA halen, hè? Ja, misschien gaan we hem wel kopen, ja. Dat is best wel een grappig motortje, eigenlijk. Wiam. Hoeveel zou die, als die verkocht wordt, eigenlijk geld waard zijn? Oh, best veel, denk ik. Ricky, je mag me niet achtervolgen, anders zet ik... Hoi, yo! Hoi, yo! Oh, shit! Dat is respawnen, dat is inderdaad echt rot, ja! Ja, dan kan je bijna naar beneden flikkeren, hè? Ja, maar ik was bij dat plekje waar, zeg maar, naar pitstop was ik gecrashed. Daarbij. Pitstop? Pitstop? Hey, Ricky. Pitstop voor Cars. Kijk, dat nog van vroeger. Oh ja, Cars 1 was dat. Cars 3 is uit. Dat is eigenlijk... Jullie hebben gekeken gisteren. Oh, ik niet. Ik ga die nog kijken, denk ik. Oh, ik heb checkpoints gemist. Oké. Ja, is hij leuk? Oké. Okay. Ja, ik ga lekker wachten. Ik heb een hele race gekloot. Rick, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb doorgereden. Ik heb gewoon een extra ronde gereden. Ik heb nu 2 crashes gehad. Maar 1 keer was ik gewoon doorgereden, zeg maar. Dat ik gewoon een extra ronde had te pakken. Welke lap zit jij? Ik zit nu in de laatste lap. Welkom bij de laatste lap. Welkom bij de laatste race. Hey jongens, doe nog een duimpje omhoog in ieder geval. En abonneer ook op de YouTube-kanaal van hem, hè? Lekker om dat op het eind te zeggen. Lekker. Doe ik ook altijd. Ja, ik ben het vergeten. En abonneer op de Jolio mensen, welkom Ja. Rick, mensen. Ik zet jou wel in de beschrijving. En ik ga ook eens een YouTube-kanaal starten, jongens. Jij komt in de beschrijving! Ja, over een paar jaar of zo. Oh, wow. Ja, grapje. Ik ben 9 en ik mag gewoon YouTube-kanaal mannen vinden. Mannen vinden het dan heel lief, eigenlijk. Ik ben gefinished. Echt bezig. Hey Ricky, kan jij Willy? Ja. Heb jij dikke BMW thuis staan? Oh, dikke BMW. Welkom maar de dikke BMW. Ik heb de koffie alvast klaargezet voor jou, oké? Okay? Ja, ik had eigenlijk best wel dorst. Ik heb eigenlijk een droge keel. Oh, Rick, je bent gewoon nog tweede. Ja. Oh, die Paspillo, die kan er niks van. Ik heb zo'n gevoel dat jij een DNF'je gaat krijgen. Denk je dat? Ja, dat denk ik wel, ja. Nee! Nee, ik heb al zo'n DNF's, hè. Ik zit en jij bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende video. Bye bye. Yo.